Trainer Henk de Jong, je zei net tijdens het persmoment van ik heb er eigenlijk misschien wel meer zin in dan anders. Hoe kan dat? Ja, gewoon ook die jongens die nu gaan spelen, dat is zo leuk. En die kunnen het ook. Dus mensen hoeven niet te verwachten dat ze het niet kunnen, die kunnen het. Die maken het me elke dag lastig. En die verdienen het om te spelen. En dat geeft weer nieuwe energie. En ook aan de hele groep. Ik merk het ook aan de jongens die dus morgen niet beginnen. Ja, die deden ook gewoon op de training, tactische training ook, precies de dingen die we willen. En dat is mooi. Dat ze dan ook denken, oké, nu de andere mannen. Dus ik heb er zin aan en ik neem het hartstikke serieus. Hoe bijzonder is het eigenlijk dat je zoveel kunt wisselen in je selectie? Nou, dat betekent dat we goed getraind hebben, dat we goede jongens hebben die ons elke dag helpen, elke dag beter willen worden. Want we zijn, wat ik vorige week zei, begonnen met een groepje jongens waarvan iedereen zei, ja, wat is dit? En die hebben zich zo doorontwikkeld dat het gewoon een hele goede groep is. En ik hoop ook zo dat ze het goed doen. Ja, zeker, zeker. Nee, ik vind... ik heb wel wat mindere wedstrijdjes gespeeld dit seizoen. Maar ik voel me goed, ik ben fit. Dus in dat opzicht vind ik dat ik er zelf nog wel aardig op sta. En wat je zegt, tegen RKC in de beker ging het aardig. Speelden we zeker de eerste helft, speelden we heel aardig voetbal. Scoorden we 2 goede goals. Hopelijk kunnen we dat doorzetten naar morgen toe, ook met deze jongens, dat we allemaal gewoon heel gretig zijn en goed willen spelen. Go Ahead die heeft heel weinig tegen, dus het zal morgen ook, het zal op momentjes aankomen. Het zal een hele lastige pot weer worden, maar dat zijn we onderhand wel gewend de laatste weken. Heerst er ook nog iets van dat je nog revanche wil nemen op Go Ahead of helemaal niet? Ja, je wil altijd winnen. Tegen wie we ook spelen, maakt me niks uit, joh. En die jongens ook niet. Het is weer een nieuwe wedstrijd. En Go Ahead heeft toen terecht gewonnen. Wij deden het niet goed. En letten 2-3 keer niet op. Nou, dan verlies je terecht. En nu is het gewoon weer opnieuw. En dan gaan we weer proberen te winnen. Zo zijn we aan het denken. En hoe gaan we dat doen? Ik vond het niet zo leuk om van hen te verliezen. En ook niet de manier waarop. Daarnaast is de beker voor ons gewoon belangrijk. Om gewoon zo ver mogelijk te komen. Om leuke ploegen tegen te komen. Waaronder Go Ahead. Nog 2 keer gas geven. Ja, nog 2 keer. Zei ik vanmorgen tegen jongens, wat er ook gebeurt. 2 keer vol gas. En dan zien we het dan wel. Maar dan hebben we ook verdiend om even 6 dagen niet te gaan. Of 5 dagen even niet op veld te staan. Toen was het een competitie. Nu is het gewoon om 1 wedstrijd. Dus als je zo in die 16 gaat hangen als wat ze de vorige keer deden. Die weet dat wij toch wel onze kansjes gaan krijgen. En zij kregen die wedstrijd 2-3 kansen. Waarvan de 2 ingingen. Maar ik denk als ze dat nu gaan doen, dat we daar wel tegen bestand zijn. Dus ze zullen anders voor de dag moeten komen, denk ik. En daar ga ik ook vanuit. Het zou wel heel raar zijn als ze een bekerwedstrijdje hier in de 16 komen voetballen. Dan kan je beter gewoon in Deventer blijven.